Welkom bij dit korte filmpje waar we de, uh, nog altijd aan het kijken zijn naar de stofwisseling die dat kan gebeuren tussen verschillende cellen binnen een organisme. En we hadden in het vorige filmpje gezien dat die, uh, die uitwisseling van stoffen uh, passief kon gebeuren, dus zonder dat daar energie voor nodig is, een, een automatisch proces, uh, of actief, iets waar dat energie effectief voor nodig is. We zitten nog steeds in het luik passief transport en we gaan daar... Uh, kort de osmose bij bespreken. Nu, vorige les hadden we het kort gehad over diffusie. Dat was dat de opgeloste stof, de, deeltjes, de opgeloste deeltjes, zich automatisch konden verspreiden uh, bij, een, uh, bij een ongelijke concentratie. En die verspreiding die zou altijd gaan van de hoogste concentratie, dus waar dat de meeste deeltjes opgelost zitten, naar de laagste concentratie, waar dat de minste deeltjes zitten. Nu, we hadden toen gezien dat dit kon gebeuren indien er sprake was van een permeabel membraan, waar dat de opgeloste stof vlotjes er doorheen kon gaan. Dat was uiteraard niet mogelijk bij een non-permeabel membraan. En bij een semi-permeabel membraan zit je ook met een probleem dat die diffusie niet kan. Waarom? Die deeltjes die zijn gewoon te groot om door die kleine gaatjes die in uw membraan zitten door te bewegen. Maar datzelfde geldt niet voor uw opgeloste stof voor het water. Dat water kan zich wel gaan verplaatsen. Nu, bij diffusie gingen die opgeloste deeltjes zich verplaatsen tot als de concentraties gelijk waren. Hier gaan ze ook proberen om de concentraties dezelfde te maken. Alleen gaan ze dat... Uh, op een omgekeerde manier te doen uh, niet door de opgeloste deeltjes te verplaatsen, want dat kan niet, die kunnen er gewoon niet door, maar wel door het oplosmiddel te gaan verplaatsen. Ze gaan dus met andere woorden proberen om één kant te gaan verdunnen, dus de concentratie te verlagen, tot als die beide gelijk komen te liggen. Nu. In het boek werken ze zoals steeds met een, uh, een klein proefje. Iets wat ik spijtig genoeg niet kan doen uh, op het uh, afstandsonderwijs. Maar ik kan het wel proberen uitleggen wat daar gebeurt. Dus waarover spreken we hier? Um, we hebben hier een aantal delen die jullie zelf even zullen moeten benoemen. Dus zet gerust het uh, filmpje op pauze. Die grote blauwe bolletjes die ik getekend heb en die je zelf ook mag tekenen, dat is de opgeloste stof. Dus je gaat er een pijl bij zetten, dat is de opgeloste stof. Terwijl dat die kleine deeltjes die erbij staan, die zwarte bolletjes, dat is het oplosmiddel, oftewel water. En dit, waar we het hier over hebben, dit is ons semi-permeabel membraan. Ja. Nogmaals, die grote bolletjes, die zijn te groot om door die kleine gaatjes te gaan. Maar dat kan dus wel gebeuren voor die kleine bolletjes. Nu, waarover spreken we hier eigenlijk? We hebben hier twee kanten langs een membraan. Eentje waar dat heel veel blauwe bolletjes zitten. Ik heb in deze tekening trouwens langs deze kant zeven van die grote bollen getekend om het voor te stellen. En dan in totaal, hier, van die zwarte bolletjes, achttien. We hebben hier ook nog twee grote, dus ik heb twee kleine blauwe bolletjes getekend per één grote, om die verhouding voor te, uh, voor, voor te stellen. Nu, wat wil dat zeggen? Langs deze kant hebben we dus een hoge concentratie zitten. Dus dit is de hoge concentratie. Terwijl dat er hier langs de andere kant zich eerder de lage concentratie gaat bevinden. Onder het vorige hoofdstuk gingen die blauwe bollen gewoon bewegen van die hoge concentratie naar de lage concentratie. Is helaas hier wel niet mogelijk. Dus wat gaat er wel gebeuren in de plaats daarvan? Wel, die, dat oplosmiddel, die zwarte bolletjes, die kunnen er wel langs bewegen. En die gaan dat dan ook doen. Waarom? Zo wordt die hoge concentratie langs de ene kant rustig aan verdund. Doordat er meer oplosmiddel naartoe gaat. En zal die concentratie dus gaan dalen. Waar leidt dat toe, uiteindelijk? Wel dat je langs deze kant nog maar een beperkte hoeveelheid water euh, hebt. Ik duid hier twee waterdeeltjes aan per groot bolletje, per opgeloste stof. En doe datzelfde langs deze kant. Wat wil dat zeggen? Je gaat dus eigenlijk een verplaatsing zien van het water, van de vloeistof, tot als er uiteindelijk hier een, uh, langs beide kanten, ja, een gelijke concentratie ontstaat, ongeacht of dat je nu links zit van dat semipermeabel membraan, of rechts ervan zit. Er gaat dus een opzwelling gebeuren aan die hoge concentratiekant, terwijl dat die lage concentratiekant eigenlijk gelijk blijft. Of beter gezegd, gelijk wordt aan concentratie als die kant. Ja, het zal dus bij gevolg veel minder volume bevatten. Het zal dus eerder krimpen. In biologische systeem gaat er dus wel degelijk een verplaatsing zijn van dat water. Nu, je mag als besluit dat daarbij schrijven, dat oplosmiddel zich zal verplaatsen van de lage concentratie naar de hoge concentratie, totdat beide concentraties gelijk zijn. De vloeistof verplaatst zich dus in bij osmose. Ja. Als je dat erbij hebt eh, bijgeschreven, dan gaan we daar ook nog een aantal nieuwe termen eh, tegenaan smijten. Ten eerste... Schrijven hier er ook bij. Dit verplaatsen noemt osmose. En wat is dat? Ik vind dat een slecht gekozen woord hier, goed. Want ze zeggen hier is een diffusie van het oplosmiddel. Dat is het dus niet. Het is gewoon een verplaatsen van het oplosmiddel doorheen een semipermeabel membraan. Ja, dat daarbij gebeurt. Naar de ruimte met de hoogste concentratie. Want ze willen dat dus gaan verdunnen. Nu, welk zijn de woorden die dat ze daarbij... Gaan gebruiken. Het woord voor de hoge concentratie, dat gaat vanaf nu hypertoon genoemd worden. Dus met andere woorden, als je ergens veel deeltjes in opgelost hebt, dan is dat de hypertonenkant. Terwijl de kant waar ze weinig hebben opgelost, is hypotoon. Het omgekeerde, dat is voor weinig, en hyper, dat is voor veel tot als die twee concentraties gelijkaardig zijn, en dan gaat men spreken over het feit dat dat gelijk is, en iso is het woordje dat wil zeggen hetzelfde, of gelijk, dus met andere woorden, hier is heel de oplossing isoton in deze situatie. Ja. Zo hebben ze, in plaats van de opgeloste stof te verplaatsen, de concentraties toch gelijk te krijgen door het oplosmiddel te gaan verplaatsen. Ja. Nu... Een voorbeeldje van zo'n osmoseproef die ze gedaan hebben, is, ze hebben twee eieren genomen en die onttaan van hun schaal. Dat kan je doen door die bijvoorbeeld in een zuur te leggen, die dat, uh, die harde schaal van dat ei gaan afbreken. En dan krijg je een soort van zachte uh, membraan dat er nog rond dat eitje zit en dat kan functioneren als een semipermeabel membraan. Dat kan dus water doorlaten, maar het zal nooit die dingen die aan de binnenkant zitten doorlaten. En wat gaan ze hier doen met dat ei? Wel, ze leggen eerst le eitje A in leidingwater. Wat wil dat nu zeggen, leidingwater? Wel, leidingwater, daar zit in de regel enorm weinig in opgelost. Daar zit niet veel zout in, hè, dat is gewoon zoetwater. Daar zit wel wat mineralen in ofzo, maar daar zit ook geen suiker bij in. De bedoeling is dus om dat eigenlijk een hypotone omgeving te geven. Een omgeving waar dat er amper iets in opgelost zit. Terwijl I-B leggen ze in een suikeroplossing. Dus ze nemen een, een hoeveelheid water, ze doen daar een enorme hoeveelheid suiker bij in, tot als deze oplossing enorm veel opgeloste stof bevat, en dan zal dat een hypertonen oplossing zijn, wat ze daar hebben ingebracht. Nu, wat is hypotoon en wat is hypertoon? Wel, dat hangt ervan af wat dat je omgeving is. Wat bedoel ik nu? Als je dat ei hier in leidingwater legt, dan zitten er meer dingen opgelost binnen in dat ei, dan in dat zuivere water aan de buitenkant. Dus dan is hier het, de omgeving hypotoon, en is het ei daartegenover hypertoon. Ja? Dus in deze context heeft het ei meer opgeloste stof dan dat zuiver water dat er rond ligt. In de tweede situatie hebben ze dat ei in een suikeroplossing gezet, en dan zit er dus meer dingen opgelost in de omgeving dan in dat ei. Dus wat gebeurt er? In deze omgeving is nu het ei hypoton. Want daar zit minder in opgelost dan in die enorme suikervloeistof, die suikersiroop dat ze daar rond hebben gebracht. Nu, je ziet hier ook al direct dat daar iets gebeurd is als je dat verschil tussen die twee eieren bekijkt. Wat is er namelijk gebeurd? Wel, bij osmose gaat het water zich verplaatsen van de lage concentratie in een poging om de hoge concentratie te gaan verdunnen. Dus met andere woorden, dat water zal bij osmose zich altijd verplaatsen van hypotoon naar hypertoon. Dus als je dat ei in een zuiver water legt, Proper leidingswater, dan gaat dat ei beginnen opzwellen daardoor. Omgekeerd, als jij dat brengt in zoutwater, ja, dan gaat dat water zich verplaatsen nog altijd van hypotoon naar hypertoon. Dus dat is hetzelfde. Alleen wat gaat daar in de praktijk met je ei gebeuren? Het gaat helemaal krimpen. In dagdagelijkse leven kan je dat ook als dusdanig beschrijven met bijvoorbeeld sla. Als je een krop sla koopt en die ziet er een beetje zielig en wat verdord uit, en je legt die gewoon in de gootsteen met schoon, zuiver leidingwater erbij, dan gaat dat terug water opnemen, de, die sla, en zal die er terug wat frisser uitzien dan voordien. Omgekeerd. Als je sla maakt en je doet daar een hoop bijvoorbeeld uh, olijfolie over en je doet dan uh, een hoop zout en peper daarop, ja, dan moet je die maar best snel beginnen serveren, want dan gaat die sla vocht verliezen aan die zoutoplossing, waardoor dat die er heel snel uh, heel erg flats en onfris gaat uitzien. Dus dat is de bedoeling om die zo snel mogelijk te, selecte uh, te, uh, te serveren. dan. Dat is een typische oplossing in, uh, dat er hierbij zit. Wat zijn nu de waarnemingen die je erbij mag schrijven? Hier mag je erbij schrijven, het ei neemt water op van de hypotone oplossing. Terwijl bij de tweede, dus pauzeer het allemaal en vul het rustig aan, spoel desnoods een keertje terug. Hier mag je bijschrijven, het ei verliest zijn water aan de hypertone oplossing. Nu, hoe komt dat? Hier is de inhoud van het ei hypertoon ten opzichte van het leidingwater. En hier is de inhoud van het ei hypotoon ten opzichte van het water. Wat is het gevolg? Je mag hierbij schrijven. Water verplaatst altijd van hypotoon naar hypertoon. Het ei krimpt. Uh, hier, sorry, het ei zwelt op. Terwijl hier schrijf je hetzelfde. Water verplaatst zich steeds van hypotoon naar hypertoon. Het ei krimpt en verliest vocht. Nu, wat verwacht je als je die twee eieren terug van plaats zou wisselen? Wel, dan gaat het gekrompen ei terug opzwellen. En het opgezwollen ei gaat dan terug krimpen. Dus dan komt eigenlijk de situatie terug terecht zoals dat ze voordien was. Dat concept dat water zich gaat verplaatsen van uh, de uh, lage concentratie naar de hoge concentratie, dat noemt men nu een osmotische druk, de druk die achter dat water zit omwille van het feit van er kan daar osmose gaan ontstaan. Ja. Wat dat de belangen daarvoor zijn voor levende cellen, die gaan we in een volgende filmpje met jullie bekijken. Tot dan.